Live bij AVROTROS op NPO 1 is dit de ontknoping van Wie is de Mol? De afgelopen weken was Nederland op zoek naar de mol, net als de kandidaten die tot nu toe afvielen. Maar vanavond in het Vondelpark in Amsterdam laat de mol zijn ware gezicht zien. En hier zijn al behoorlijk wat fans om dat samen met ons mee te maken. Wie saboteerde het spel in Mexico? Was het Anna? Of is het misschien toch Fons? Of is het Rosario? Nog heel even en dan weten we het. Ik ga naar binnen, want we gaan beginnen. Goedenavond allemaal, iedereen thuis en ook hier in Amsterdam. Bij mij zitten de afvallers van seizoen 24. Welkom allemaal. We gaan terugkijken vandaag op jullie zoektocht naar de mol. Nou, jullie weten nog wel waar die begon. Op het feest van de Dia del Topo. Je hadden niet zo heel veel tijd om daar te gaan feesten, want er moest meteen gewerkt worden. Jullie moesten op zoek naar Topito's. Rian, met terugwerkende kracht. Er zijn nog maar 3 smaken over. Wie heeft jou die avond een hand gegeven, denk jij? Ik denk Fons. Jij denkt Fons. Ja. Kees, hoe zit jij in de wedstrijd? Wie gaf jou die avond een hand? Ik heb er heel lang over nagedacht. Ik heb er zelfs een nacht niet van geslapen. Nou ja, je hebt er ook wat langer in gezeten dan de anderen. Maar ik ben benieuwd waar je op uitgekomen bent. Fons. Ook Fons? Ja, ik denk Fons. Oh, jongens toch. Dit wordt spannend. We gaan het straks zien. Op het feest krijgen jullie ook van een waarzegster de toekomst voorspeld. En die waarzegster die zien we vaker gedurende het spel. Zoals bij de eerste 3 afvallers. This topito is for you. Guard it well. You will need it. In the future. Voorzichtig, voorzichtig. Er zijn 10 sleutels. 6 die op jouw kist passen. 3 jussen die op jouw kist passen. En 1 die op jouw kist passen. Maar misschien heb je geluk. Ja! Oh my god! We houden van jullie! Oh, wat hard dit! Er werd nog heel hard geklopt, maar het mocht niet baten. Ik zie jullie nu alle 3, de eerste afvallers, die met een glimlach op het gezicht kijken. Maar ik kan me voorstellen, Justin Jip, dat je dus, ja goed, je hebt de kans om terug te komen in het spel. En dan gebeurt het niet, zit je ook nog vast in die kist. Jip, hoe zuur is dat? Nou ja, als je nadenkt over hoe het is om in het spel te zitten, heb je allemaal theorieën in je hoofd. Maar uiteindelijk heb ik een blokkentoren gebouwd op een winderig strand. Ja. Ben ik in een kist gestopt waar ik niet uit ben gehaald. Ja, ja. Dus, uiteindelijk wel hoor. Ja, uiteindelijk. Ja. Maar toen ik mijn vriend aan de telefoon vertelde, heeft hij me heel hard uitgelachen. Oh ja? Ja. Oh. Oh, omdat je er toch wel redelijk door getroffen was. Ja, nou ja, het loopt
op bepaalde manieren die je gewoon nooit had verwacht. Nee, nee, zo maar, is het inderdaad. Het was een heel avontuur. Ja. Ja. Zat je op een stoeltje, vroeg ik me nog af. Ja, of zat je ja op een stoeltje. En ik zat in die middelste. Ja, die dus als eerste werd geprobeerd. Ja. Maar, ook, maar die ging Babs, jij mocht er wel uit. Hoe was het trouwens voor jou als eerste afvaller dan eens terugkomen in aflevering 5? Ja, bizar natuurlijk. Het slaat nergens op eigenlijk. Nee, nee maar... het slaat nergens op, maar het was wel... ja, het was ook fijn. Jij was er. Nee, ja, ja, nee, ja. En jij had kennis. Jij had kennis van jouw allereerste test. Jij wist meer dan de anderen wellicht. Ja. Hoe heb je dat gebruikt? Nou ja, er waren eigenlijk 2 mensen die ik al meteen kon afstrepen. Dus aha, dat scheelde heel erg. Maar ik had natuurlijk ook een enorme achterstand. Dus ik moest ook gewoon heel erg mijn best doen om die achterstand in te halen. Ja. En überhaupt... te overleven. Ja. Heb je moeten onderhandelen? Heb je wat kennis ingeleverd voor? Nee. Nee. Ik vond mijn kennis te waardevol. Ah. En nou ja, ik kreeg niet zoveel uit die andere kandidaten. Jongen, ik heb jou de hele avond bij gepraat, man. Oh, yeah. Nee, dat is waar, dat is waar. Dat ze verwelkomden je wel, maar uiteindelijk moest je toch maar zelf je bandjes doppen. Dus. Ja, klopt. Okay. Ja. Nou ja, goed, terwijl Babs en Jip in het afvallershotel zaten, speelden de andere kandidaten het spel vrolijk verder. En echt vrolijk werd het tijdens de pubquiz met de mariachi-band. Guantanamo! Ja. Ja, maar Jeroen, dat kost ons wel geld. Ja, nou, jammer dan. Los Del Rio. Ja, ja, Jeroen, even. Ik wil voortaan bij jou in het team bij de pubquiz. Gezellig, kom maar. Echt. Kom maar. Jouw enthousiasme, je weet veel van muziek. Mm-hmm. Nou ja, Tooske zei, het is enthousiasme. Was het ook een beetje mollen, vroeg ik me af. Nee, het was het tegenovergestelde van mollen. Ja, je ging het helemaal... Het was punten pakken. Punten pakken, ging helemaal los. Ik denk dat ik echt wel geld heb opgebracht die avond. Ja, ja, jij durfde een risico te nemen. Mm-hmm. Justin, jij hield liever de hand op de knip. Kijken we eventjes naar de finalisten. Anna, die durft ook een risico te nemen. Fons, liever niet. En Rosario is eigenlijk als muzikant, hè, want het gaat toch over muziek, opvallend stil tijdens de quiz. Welke conclusie trek je daar nu uit? Nou, dat is wel grappig, want inderdaad, bij Sorg had ik wel eens iets van... waarom ben je zo stil? Want het moet eigenlijk helemaal je gezellige feestje zijn. Fons was voor mij heel verdacht, want die probeerde juist alleen maar roet in het eten te gooien. En die was eigenlijk alleen maar bezig om ons ook een beetje tegen elkaar uit te spelen. Yes. Wat heel goed gelukt is, moet ik wel zeggen. Ja. Inmiddels weer. Het is maar een spelletje! En Anna, ja, die is eigenlijk heel verdacht, omdat ze overal maar in meegaat. Ja. Maar welke conclusie trek je daar nu uit? Voor mij Fons toch wel. Fons? Ja. Nou ja, goed, ik neem hem mee. We gaan het zo zien. Tooske, jij zei bij vertrek, je had een hele lastige test achter de rug. Ja, wij allemaal. Maar... Ja, maar goed, maar jij viel af. Toen zei je, ja, volgens mij zat ik wel op de goede mol, maar heeft die ingewikkelde test mij genekt. Hoe sta je daar nu in? Helemaal hetzelfde. Nog steeds hetzelfde? Frustrerend als hel. Ja, 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 ik kan me voorstellen. Ja. Wie is nog steeds jouw mol? Fons is nog steeds. Fons is ook nog steeds jouw mol. Jullie zijn echt eensgezind. Terwijl... Ja, dus als het niet Fons is, dan moet je vooral hier een camera op zetten. Ja, nou. Ja. We liggen eigenlijk op één lijn. Dan gaan wij aan therapie. Het is opvallend, omdat de kijkers in Nederland er iets anders over denken. Dat vind ik grappig, om dat even te markeren, dit moment. En dan hadden we nog Rian en Kees, die elkaar totaal niet vertrouwden. Jullie, nou, jullie hadden elkaar helemaal onderaan op het lijstje van betrouwbare kandidaten gezet. Rian, dat je Kees daar lag, dat had ik nog wel een, dat kon me nog wel een klein beetje bij voorstellen. Maar Kees, waarom Rian zo laag? Op een gegeven moment daalde maar bij mij gewoon het besef in, deze dame is een actrice, zij speelt de rol van haar leven. Dat dacht ik. De rol van dat dacht je al gelijk, of is dat een tijdje? Nee. Ik heb wel steeds ook op anderen gezeten daarbij. Maar jij bent behoorlijk hoog op een gegeven moment geweest bij mij. Ja. En, met alles dat hij... Ja. En jij had dit dus ook gewoon met Kees. Je bent er ook niet... Was hij jouw nummer 1? Nou, niet nummer 1, maar het werd wel gaandeweg... Gaandeweg werd het steeds erger, want hij schreef niks in een boekje. En wat hij erop schreef, kon hij niet lezen. Want hij kon zijn eigen handschrift niet lezen. Ik dacht, als je er zo relaxed in staat... Ja, dat is... Geheugen als een zeef. Wat ook dat, echt alles. Ja. Wij gingen net, elke keer als we gingen opnemen, dan zeiden we ook, wacht even. Kees,
Dus wat we gaan doen. Ja. En bedoel je nou, was dat na mijn ingewikkelde uitleg? Ja, jij hele uitleg. Dan gingen we bijna beginnen. Zeiden we, geef ons 1 seconde. Ja. Kees. Ik dacht gewoon, jij bent met die uitleg klaar. Ik ga gewoon naar rechts rennen. Dus ja, dat is meestal goed. Ja. Meestal goed. Maar links is soms ook goed. Goed, Anna, Fons en Rosario, die wisten dus de finale te bereiken. Maar wie is nu het meest verdacht? Nou ja, hier is het dus Fons, maar... Ruim 1 miljoen spelers die doen mee in de app. En op dit moment denkt Nederland 22% dat Fons de mol is. 29% denkt dat Rosario de mol is. En 49% zegt dat Anna de mol is. Ja, 1 ding is zeker. Ze hebben alle 3 verdachte acties op hun naam staan. Ik heb hier een steen met 2 strepen en 1 stip. Kunnen jullie daar wat mee? Dat betekent dus dat je 6 hebt. Nee, dat betekent dat ik 11 heb. Gewoon, die kan niet rekenen over heel veel dag. Nee, je mag er niet aan zitten, volgens mij. Jawel, je mag wel kijken hoeveel stenen er nog liggen. Nee, volgens mij niet. Dat was ik echt even vergeten. Helemaal niks. Nou, lekker gewerkt, jongens. Hey! Oké. Komen jullie allemaal op de hulp? Hier niks in de plaats. Dat mag toch niet? Ja, maar zeg ik wijs welk ik bedoel. Hij telt alleen als alleen jij en hij erop zat, verder niemand. Echt waar? Ja, maar dat weet je toch? Nee. Ik vertrouw ze hoor absoluut niet. Liggend A2. Hebben we al. Staand Hendrik 1. Hebben we ook al. Hebben we al. Hebben we ook al. We zijn aan het klooien. Fons is een van mijn verdachten. Die is echt al heel steady, staat hij op mijn lijstje. Zeg even als je die getallen hebt gedaan. 481, toch? 581. 583? 581. Ja, dat is natuurlijk super verdacht. Ja, je neigt toch wel naar de eerste of naar de achterste. Maar ik dacht, weet je wat? Ik ga voor mijn favoriete kleur. Dat is paars. Vertel, wat zit er in je envelop? Oh. Min 3000 euro. Oh, nee! Ik had gewoon eventjes de verkeerde kaart gepakt. Ja. Hey, jongens, laten we een paar kapot maken, want hier hebben we niks aan. Dat is te weinig. Maar dan raken we loopt je tegen min geld op. Op het plein hebben jullie ook nog 7 verkeerde piñatas kapot gemaakt. Dus, Fons, ik krijg nog 1750 euro. Nee. Gewoon Fons being Fons. Zal Roberto of Zal Rogero? Ja, ik zie hem niet. En op een gegeven moment ging ik kijken en lagen er nog heel veel sleutels met namen die wij gewoon al hadden geroepen. Tel dan, hoeveel vierkanten tel je? 25 of 26? Ja. Zo is het, zoals man. Ik hou echt van spelletjes en ik ben er heel goed in. Min 500 euro voor jou. Oh, nee. Waarom dan? Ja, ja. Sinds vandaag vind ik Soor ook wel een beetje verdacht. Fons en ik zijn al 5 minuten op zoek naar punt 3. Wij hopen dat ze binnen afzienbare tijd te bereiken. Over. Volgens mij zijn we al 10 minuten bezig. Hoezo? Zijn jullie nog steeds aan het dwalen? Kees? Er zit 1500 in. Weet je het zeker? Echt. Weet je het zeker? Echt. Ik ben inmiddels buiten en dat betekent maar 1 ding. Het is tijd om de finalisten erbij te halen. Mag ik een groot applaus voor Anna, Fons en Rosario? Jongens, het werkt bijna niet meer. Zoek voor de kabel. Finalisten, wat goed om jullie weer in Amsterdam te zien na onze reis in Mexico. Vanavond komt jullie avontuur ten einde. Vanavond krijgen jullie en alle mensen hier duidelijkheid. En volgens mij zijn we daar allemaal aan toe, toch? Dat dacht ik. Beste moloten en andere fans, wat geweldig dat jullie hier zijn. Dit
is het moment waar jullie voor zijn gekomen en waar de kandidaten en finalisten al 9 maanden op wachten. Dus ik zou jullie graag willen vragen om stilte. Alsjeblieft. Dank jullie wel. 9 maanden geleden, op een mooie zomeravond in Mexico-stad, was een van jullie prachtig geschminkt en vermomd op het feest van de Dia del Topo. Het feest van de mol, de dag van de mol. Om alle kandidaten persoonlijk welkom te heten. Met een handdruk. En om vervolgens met elk van hen een duel te doen. Om alle topito's uit het spel te krijgen. Beste mol, dat was een zenuwslopende eerste test waarvoor je glansrijk slaagde. Want geen van de kandidaten herkende je. En zelfs niet de mensen die recht voor je neus stonden. Je missie vol sabotage was begonnen. En vanavond hier in het Vondelpark in Amsterdam komt die missie ten einde. Je bent niet meer geschminkt, niet meer vermomd. Iedereen mag vanavond weten dat jij de mol bent. En dat je het fantastisch hebt gedaan. Maar wie, oh wie, ben je? Fons, Rosario en Anna. Het is tijd voor de waarheid. Ik begin bij jou, Anna. Als wetenschapsjournalist weet jij als geen ander het verschil tussen feit en fictie. Je hebt een scherp oog voor getallen. En daar maakte jij handig gebruik van door in de eerste testen statistisch te spreiden. Totdat je Fons in het vizier kreeg. Fons is jouw mol. Want Fons, jij liet geen gelegenheid onbenut om geld uit de pot te halen. Of je nou moest telefoneren voor een troef of geld kon bieden op inzage in finale testvragen, jij deed het. En man, oh man, wat kun jij liegen? Vooral over bijvoorbeeld de termijn dat je penningmeester moest zijn. Fons, ook jij bent journalist. Voor het programma Radar ontmasker jij bedrijven en organisaties die burgers duperen. Dagelijks prik jij door mooie woorden en rookgordijnen heen. Heb jij die nu zelf gebruikt? Omdat je eindelijk eens in dit spel onbelemmerd kon liegen en bedriegen? Fons, jij zegt dat Anna de mol is. Vanwege haar chaotische communicatie in het Olympisch stadion. En omdat ze bij de opdracht met de paardentaxis van een simpele optelsom een onnavolgbare formule maakte. En inderdaad, Anna heeft de pot geld gekost. Maar zij was ook degene die met de tactiek kwam die jullie 6.000 euro kon opleveren bij de speeddate. Zou een mol dat doen? En dan hebben we nog Rosario, hier in het midden. Volgens Kees is Fons jouw mol. Maar misschien is het ook wel Anna. Omdat jij zei dat ze tijdens de opdracht met de zipline sommen maakte op een manier alsof ze die al eerder had gemaakt. Of, Rosario, weet jij al heel lang dat jij hoofdverdachte nummer 1 bent? Maestro? Want zo onschuldig als dat jij eruit ziet, zo ben jij niet. Jij houdt van spelletjes. Je bent er ook goed in. Maar op de spelletjesboot kwam er geen euro in de pot. Sterker nog, er ging geld uit de pot. Ook jij hing ellenlang aan de telefoon voor een troef die je niet eens afwachtte. Omdat je die niet nodig had als mol. En ook jij bood geld op finale testvragen. En met één envelop
haalde je 3000 euro uit de pot. Rosario, dat die anderen jou niet verdenken. Sterker nog, dat ze jou verkozen hebben tot meest betrouwbare kandidaat. Dat vind ik nou een raadsel. En met mij heel veel kijkers in Nederland. Zijn Anna en Fons zo gefixeerd geweest op elkaar dat ze jouw dubbelspel niet hebben gezien? Vanwege jouw sympathieke inborst en je geestige one-liners. Rosario, ben jij de eerste mol in 24 jaar die in de finale niet ontmaskerd is? Dat zou zomaar kunnen. Finalisten, jullie hebben het de kijkers met jullie gedragingen niet makkelijk gemaakt. De verdenkingen gingen de laatste tijd alle kanten op. Maar er is er maar één die van sabotage het enige doel maakte. En dat is degene die 9 maanden geleden vermomd en gesminkt op de Dia del Topo ongezien iedereen een hand heeft gegeven. Onherkenbaar, zoals het een goede mol betaamt. En die sindsdien iedereen misleid heeft. Fons, Rosario en Anna. Het is tijd voor de waarheid. Het is tijd voor het antwoord op die ene vraag. Komt ie, jongens. Wie is de mol? Bienvenido al Día del Topo. The mole was watching you select a card and also went to find the person with the symbol at the same time you did. Really? Before you go, the mole asked me to tell you that it was so nice shaking your hand when you entered this party. Shit. Het is niet zomaar een feest waar je in loopt. Dit is de mol. Niets is wat het lijkt. Ja, ik wist het. Tuurlijk. Zie je wel, dat was het moment dat ik op moest letten. Nou, oké. Goed om te weten. Heb ik het toch gemist? Dat heb ik gevoeld, dat heb ik gezien. Maar ik heb geen idee. Mag ik weer wat stilte? Oh my god.
Anna, eventjes kort. Hoe voelt dit dat je het eindelijk mag zeggen? Heel erg als een opluchting. Ik heb tranen in mijn ogen. Ik vind het geweldig om mee te maken. Je hebt het fantastisch gedaan. We gaan zometeen alle acties zien. Maar we moeten nog even wat andere administratie afwerken. Want voor alle duidelijkheid, ook Rosario had Anna als mol. Dat betekent dat wij dus twee potentiële winnaars hebben. Maar omdat de mol zelf zo ontzettend dol is op cijfertjes en statistieken, pak ik even wat cijfers erbij. Heren, zet uw schrap. Want jullie vulden beide bij alle testen altijd in dat de mol een vrouw is. Bij jullie eerste test was jullie beide antwoord op de vraag wie is de mol? Jip. In de tweede test, Rosario, was jouw antwoord Anna. En daar bleef je bij tot en met de finale. Woe! Fons, jij noemde Anna de mol pas bij je derde test. Stapte vervolgens over op Tooske. Tot en met test 6. Was niet goed, dat weten we nu. En pas toen zij naar huis ging, kwam je weer terug bij Anna. Tijdens de laatste 4 testen beantwoorden jullie allebei heel veel vragen goed. Maar de vraag is natuurlijk, wie heeft die finale test als beste gemaakt? Die finale test heeft 40 vragen. Fons en Rosario, 1 van jullie beantwoordde 32 vragen goed. En de ander 35 vragen. Ik kan jullie vertellen dat de winnaar van Wie is de Mol 2024, degene die 35 vragen goed beantwoordde, is Fons! Oh! Oh, van harte gefeliciteerd! Heel goed gedaan, Fons. Heel goed gedaan. Wij gaan zo meteen verder praten over alles wat er gebeurd is. We gaan naar de molacties kijken van Anna. En de eerste molactie die we gaan bekijken is natuurlijk die op de Dia del Topo, op het feest waar Anna echt soms recht in het gezicht van jullie heeft gekeken. Laten we gauw naar binnen gaan en kijken. Feestdag! Welkom in Mexico. Welkom op de dag van de mol. Dia del Topo. Heel toevallig ook precies mijn verjaardag. Op dit moment komen de kandidaten voor het eerst aan op een feest. Het is ook meteen de eerste opdracht die ze moeten doen. Ze kunnen namelijk vrijstellingen winnen. Someone outside is wearing this symbol. Find it and ask for a topito. Maar wat ze niet weten is dat de mol, ik, ook aanwezig ben op het feest. Dus de grootste vrijstelling die ze eigenlijk kunnen winnen is mij herkennen. En jongens, ik stond heel erg dichtbij. Ik heb jullie allemaal recht in je ogen aangekeken. Wetende dat jullie me allemaal niet hebben herkend. Dat ik met sommigen van jullie de Polonaise heb gelopen, salsa heb gedanst, gelimbald, mijn ketting meermaals heb getand, in het Spaans jullie heb gegroet. Dat is wel een lekker gevoel, hoor. Terwijl de kandidaten als een gek over het feest liepen om de juiste ketting te vinden, deed ik precies hetzelfde. Maar ik mocht natuurlijk niet opvallen. Het was dus best wel moeilijk voor mij om ongezien te werk te gaan. Maar ik heb er toch 3 uit het spel weten te houden. Papito. Fons, Justin en Jip. Ik was jullie tussenhaak. Ja, Anna, hoe spannend was dit?
Dit was insane spannend. Want ik, ja, het voordeel was dat ik iedereen me nog niet super goed kende. Eigenlijk was Jip de enige die ik voor het spel al een beetje kende. En ik dacht, oké, ze kennen gelukkig mijn motoriek nog niet echt. Maar je hebt het gevoel dat ze dwars door die schmink heen kijken. Ja, het was wel, je was wel heel mooi gesminkt, maar ik kan me zo voorstellen. Bijvoorbeeld, Justin, jij bent iemand die alles weet van schmink. Ja. En hoe een gezicht dat kan veranderen. Jij hebt haar nauwelijks aan kunnen kijken. Of je hebt er nauwelijks aangekeken toen je naar de amulet keek. Maar had jij haar, denk je, herkend? Nou, weet ik dus niet. Ik heb er echt wakker van gelegen ook. Ja, ja, je denkt dan toch, omdat je zelf heel veel make-up doet, dat je er doorheen kijkt. Maar dat is, het is zo imposant. En het was ook heel heftig, gewoon al die mensen. En die ja. Anna was misschien wel lief met het handje, maar de rest trok echt aan je. Dus je moet ook een beetje zo uit je apropos gewoon. Ja, nee, echt het. Niet herkend. En Anna, hoe wist jij nou welke amulet jij moest hebben? Nou, ik hoorde via een oortje op het moment dat zij bij die waarzegger zaten. Dan hoorde ik via een oortje, je moet zoeken naar een paraplu. Of je moet zoeken naar een brood. Of zoiets. En ja, dan weet je niet precies hoe dat eruit ziet. Dus het was voor mij oprecht best moeilijk om die kettingen te vinden. Ja. Maar goed, ja, een paraplu was voor mij makkelijker dan voor Tooske blijkbaar. Want... Hey, ik kan hem herhalen. Lijkt op mij de hand ook. Ik had hem. En maar jij, schat. Even nog, Jip, jij, we zien net een moment voorbij komen waarbij je ook Anna recht in het gezicht kijkt. Wat denk je dan nu? Dan had ik niet in die doos gezeten. Daar komt het wel een beetje op neer. En ze waren roomies. Ja, ik ook. Ja, en we hebben allemaal... Ja, maar toen nog niet, hè? Toen sliepen wij nog niet op één kamer. Nee, toen nog niet. Daarna hebben we wel allemaal geheimen gedeeld. Ja. Problemen, niet dit dingen geheim, besproken. Niet dit geheim. Niet dit geheim. Sommige kijkers dachten, Anna, dat ze jou op het feest hadden gezien, verkleed. Allemaal mannen. Maar dat was jij niet. We hebben even een fragment. Kijk, dit is degene links die mensen dachten te herkennen als Anna, maar jij bent de rechter. Dus daar zit wel een groot verschil in. Ja, en ik weet dat ik heb een Franse neus, maar... Wij gaan gauw door, want we hebben nog heel veel molacties te behandelen. De dag na het grote feest gaan de kandidaten speeddaten. En de mol die heeft dus een lastige taak. Want als kandidaat wil ze zoveel mogelijk vrijstellingen uit het spel spelen. Maar als mol wil ze dat liever niet. Gisteravond is het jou niet gelukt om een vrijstelling te bemachtigen. Andere kandidaten wel. Gisteravond heb ik weten te voorkomen dat er 4 vrijstellingen in het spel kwamen. Maar er zijn er nog 6. Maar daar kun je nu wat aan veranderen. Je gaat zo met elke kandidaat in gesprek, 1 op 1. Probeer te achterhalen wie er wel een vrijstelling heeft. Heb jij gelijk? Dan is diegene zijn vrijstelling kwijt. En dan komt er €1000 in de pot. Oké. Ik moet dus aan de ene kant proberen te voorkomen dat mensen die vrijstellingen verliezen. Aan de andere kant is mijn doel om jullie vertrouwen te winnen. Wat gaat jouw tactiek worden? Ik denk dat ik ga proberen om de anderen aan te zetten om die vrijstellingen eruit te spelen. Voor een kandidaat is dat natuurlijk geweldig. Voor mij als mol is dat precies wat ik eigenlijk niet wilde. Maar ik ga jullie hier even laten zien wat een geweldig fanatieke kandidaat ik ben. En hoe goed ik al van tevoren heb nagedacht over hoe wij zoveel mogelijk geld kunnen verdienen voor de pot. Daarbij wens ik je alvast heel veel succes. Dankjewel. Ik denk, als we allemaal stemmen op degene met wie we het eerst een gesprek hadden, dan stemt iedereen op iemand anders. Dat is zo slim. Dus dan doen we dat allemaal. Ja. Nou, laten we een beetje samen zien. Ja, nice. Maar ik had niet verwacht dat jullie met mijn plan zouden instemmen. En ik denk, iedereen die een vrijstelling heeft, wil hoe dan ook zijn eigen vrijstelling bewaken. En dus niet met mijn plan meegaan. Babs, jij bent jouw vrijstelling kwijt. Datzelfde geldt voor Jeroen. Kees, ook jij bent je vrijstelling kwijt. Nou, hebben jullie dat ook niet gedaan? Rian, helaas. Maar wonder boven wonder hebben jullie helaas wel alle vrijstellingen eruit gespeeld. Ik zou graag 6 vrijstellingen willen hebben van jullie. Dat kwam maar even niet zo goed uit. Dat betekent het enorme bedrag van €6000 in de pot. Maar voor mij als mol is het eigenlijk zo slecht nog niet. Want als jullie mij in deze fase van het spel heel erg vertrouwen en denken dat ik die kandidaat ben die super fanatiek is en die altijd met briljante oplossingen komt, dan gaan jullie mij waarschijnlijk wel vaker die verantwoordelijkheid geven. En dan kan ik lekker onder de radar moeten.
begint. Anna, ja, dit is dus dan zo'n opdracht waar je met een plan in gaat. Dan loopt het allemaal anders dan je had gehoopt. Ja. Dit is ook je eerste opdracht zonder vermomming. Wat heb jij geleerd over je medekandidaten? Nou, ik heb sowieso over mezelf geleerd dat ik beter ben met vermomming. Ja. Over mijn kandidaat heb ik heel veel geleerd. Dus in die zin, zeg maar, het was financieel mislukt. Ja. Maar psychologisch was het een hele geslaagde opdracht. Omdat ik dus heel snel merkte dat op het moment dat ik met een heel vrij goed plan kwam, als mag ik het zelf zeggen, ja, dat iedereen er heel anders op reageerde. En daar leerde ik dus heel veel van. Bijvoorbeeld zoals? Jeroen, wat een leugenaar. Die zit gewoon, ja, het is ook een acteur, maar die zit dan gewoon voor je. En ik wist natuurlijk, jij hebt een vrijstelling. En die zat dan voor me. Nee, ik heb echt, nee, het is echt zo jammer, maar ik heb dus geen vrijstelling. En Fons, ja, waarvan ik wist, die heeft geen vrijstelling, die wilde niet met mijn plan mee. Dus daaruit leerde ik. Fons is iemand die heeft geen zin om iemand anders te volgen. Die wil altijd precies zelf, ja, bedenken wat hij doet. Zeker. Rosario is een man die kiest de aanval. Dus ik snap nog niet. En hij zei al, ik ga sowieso op jou stemmen, maar het maakt niet uit wat jij doet. Dus ik wist. Waar. En je wist gewoon Babs, meteen met wie je te maken had. Ja, en Babs daarentegen, die had dus een vrijstelling. Ja, toch? Ja. En die ging mee met mijn plan en die ging dat plan uitsmeren. Dus ach, lieverd. Ja. En het was eigenlijk de liefste, meest eerlijke speler die, ja, en dan ga je dus het spel uit. En ik ging er dan hierdoor dacht ik echt, oké, ja, je kan de mol niet zijn, want je wilt toch niet 60 nee, euro in de pot? Nee. Jij hebt je helemaal, ja, gelijk in, dat wilde, ja, ik niet. Helaas. Oh mijn god. Tijdens de volgende opdracht duiken de kandidaten in de Mexicaanse cultuur met de schilderijen van Frida Kahlo. En hoewel de mol niet gaat schilderen, heeft die toch de touwtjes in handen. Jullie vijf medekandidaten gaan elk een zelfportret van Frida Kahlo naschilderen. Oké, oh my god, niet die aap ook allemaal. Oh my god, oké. Hier op het plein staan vijf kisten met daarin 25 werken van Kahlo. Ik heb zo drie mensen nodig die kisten gaan openen en twee beoordelaars. Bij de opdracht met de Frida Kahlo schilderijen wilde ik heel graag terechtkomen in de groep die de schilderijen zou verzamelen uit de kisten. Ja, maar je moet ook niet vergeten, anderen moeten het begrijpen, hè? Ik moest zien te voorkomen dat de zelfportretten die Jeroen, Jip, Justin, Fons en Soor zouden naschilderen, herkend zouden worden. En dat betekende dus dat ik ervoor moest zorgen dat die exemplaren niet in het spel terecht zouden komen. Oké, komen ze. 1, 7, 3, 3, 4, 4. 1, 7, 3? Nee, 4, 8, 2, zei je toch? 8, 2, 4. Of is dat 9? Nee. 8, 2, 3. Kom op. Ah! We hadden natuurlijk met z'n drieën heel even stil kunnen staan en kunnen nadenken hoe we dit zouden aanpakken. Ga maar random. Ga maar. Nee, 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 nee. Oké, random. 508. Ga maar, 508, rood. Zeg even als je die getallen hebt gedaan. 481, toch? 581. 583? 581. Dat zie ik het te doen, jongen. Stel dat je tut, hola's. 90. Oh, ik ga je gewoon heel lang klooien. Ik wist gelukkig precies achter welke slotjes de juiste exemplaren verstopt zaten. Maar die ga ik er natuurlijk never nooit uitpakken. Ik heb drie sloten niet opengemaakt. Die anderen daarentegen, die net verkeerd zijn, met alle liefde. Ja, ik heb er één. Oké. Okay. Om een betere beoordeling te kunnen maken, mogen jullie schilderijen bijkopen. Blind. 100 euro per stuk. We kopen niet. Ja, dit is hem. Dit klopt. Eén schilderij. Goed. Uiteindelijk was ik heel erg blij met het resultaat. Slechts één echt exemplaar van een zelfportret van Frida Kahlo. Ik heb voor jullie 500 euro. Uiteindelijk verdienen jullie 500 euro voor de pot. Dat had 2500 euro kunnen zijn. Oh. Ja, Kees en Tooske, jullie stonden erbij en dachten vooral niet dat ze de mol was. Wat dacht jij wel, Kees? Nou, ik had op een gegeven moment wel bij die getalletjes... Trut. ik heb toen ook wel een beetje op jou gezeten. Wel een paar keer, anders was ik nu niet zo ver gekomen. Maar ik vond jou hier wel verdacht. Ja. Want je herhaalde. Maar jij was ook heel verdacht. Want jij zei allemaal dingen die totaal niet klopten. Nee, Kees, ja, sorry. Maar jij was echt de verdachtste van... Ja. En sorry. En je hebt dat echt
fucking goed gedaan. Dankjewel. Nee, jij zat 3-2. Oh nee, sorry. Nee, ik heb mijn leesbril niet bij me. Ja. 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 Dat is echt. Ja. Ik zal je vertellen, door hoe Kees dit spel speelt, dacht ik af en toe, dit is een briljante manier om te mollen. Ja. Dus dan ging ik bij dat bord staan. Dan ging ik gewoon getallen noemen die helemaal niet bestonden. Oh, dan zei ik 2-0-2. En dat stond helemaal niet op de schilderij. Maar dat was gewoon omdat Kees zo rommelig deed. Ik dacht, hier kom je dus blijkbaar ook mee weg. Ja, gewoon misbruik maken van de kandidaten. Ja. Heel goed. We gaan naar de volgende opdracht alweer. Die speelt zich af in het stadion in Mexico-stad, waar in 1968 de Olympische Zomerspelen plaatsvonden. Ja. Het is tijd voor de Olympische Spelen. Elk rondje dat jullie estafette lopen, daarmee verdienen jullie aanwijzingen, waarmee jullie de bordenlopers op de tribune kunnen vertellen waar zij hun borden moeten plaatsen. Zo wordt langzaam een bedrag zichtbaar. Hoe meer rondes jullie lopen, hoe hoger dat bedrag wordt. Ik had me voorgenomen om bij deze opdracht vooral heel veel chaos te creëren. Fons gaat als een speer! Hup, Fons! Hup, Fons! En dat was makkelijk, want ik begon op de middenstip. En die kon er eigenlijk voor zorgen dat de mensen op de tribune niet precies wisten wat er zou moeten gebeuren. We hebben de eerste kaart binnen! Eerst even yes, afwisser! Oké, jongens, ik ga jullie inlichten. En als wij geen getal zouden kunnen zien, dan zouden we ook geen getal kunnen verdienen. Liggend, af! Hallo? Het begon al met dat de microfoon het niet deed. Wat gek. Oké, liggend, A2, A8, liggend, A2, A8. Het allerbelangrijkste voor mij was eigenlijk om de kandidaten op de tribune er niet op te attenderen dat ze het woord mol weg moesten halen. Liggend staan! Liggend! We gaan wel gewoon mee, guys. 1, 2, 3. Want zolang dat woord mol daar stond, was het eigenlijk bijna onmogelijk om een normaal getal te maken. En we zijn bijna bij de tweede envelop. We moeten de borden die we niet gebruiken eigenlijk weghalen, want anders weten we dat natuurlijk niet zo. Tegen de tijd dat de kandidaten doorhebben dat ze eigenlijk met een schone tribune hadden moeten beginnen, is de chaos al helemaal compleet. C1, wacht. C3, wacht. C5. Hoorde jij wat die zei? Nee. C3. Dat? Kees en Fons hebben er samen een puinhoop van gemaakt die ik als mol niet eens zou durven hebben maken. Staan. Hendrik 1. Hebben we ook al. Dat is allemaal dubbel. We zien het klooien. C1 hebben we ook al. Alle briefjes liggen nat op de grond. Niemand weet meer welke enveloppen bij elkaar horen. Top. Weten we de volgorde? Nee, kijk, ja, dit is de eerste. Nee, maar je moet een liggende en een staande samen hebben. Natuurlijk kom ik als fanatieke kandidaat heel graag eventjes bij de man op het veld om te proberen er nog iets van te maken. Liggend A2, A8, wachten! Maar ja, door mijn ADHD en mijn hyperactiviteit is het voor de tribune bijna niet te volgen wat ik allemaal zeg. Oké, Anna, rustig! Okay, de laatste liggend. Wat jammer. Jongens, hier miste ik punten. Ik mis hier punten, dus ik... Dat hebben jullie hard gewerkt, jongens. Maar laten we eerlijk zijn, deze opdracht was gedoemd om te mislukken. Ja. Dit was dus de eerste opdracht waar jij dus als mol met de hele groep erbij moet opereren. Ja, best moeilijk. Nou, ik heb natuurlijk met oud-mollen gesproken en die hadden mij al verteld, die kandidaten maken er toch wel een puinhoop van, ook als je het niet zelf doet. Ja. Dus, dan geloofde jij misschien nog niet. Nee, want dat moet je echt even ervaren. En dit was voor mij zo'n opdracht waarvan ik dacht, oh, dit is dus wat er gebeurt. Ja. Het zijn allemaal slim mensen. Maar samen functioneert het gewoon totaal niet. Nee. En het was natuurlijk wel lekker dat ik op die middenstip begon. Want daar kon je natuurlijk echt een grote chaos creëren aan het begin. En aan het einde was ik nog even bang, want ik vond Tooske een hele geduchte tegenstander. Ik dacht, die is zo slim, die heeft ook wel door hoe dit spel werkt. Dus ik wilde eigenlijk voorkomen dat Tooske ging helpen. Uh-huh. Daarom kwam ik er snel weer tussen om wat er nog aan goede briefjes lag, even snel tussen. Ik neem dit even in mijn leven. Dit is een dankje. Fons, heb jij überhaupt nog op Anna gelet? Of was je heel erg alleen maar met jezelf bezig? Nee, zeker. Kijk, de boel was al in de war door Kees. Want die was voor mij. Dus alles was nat, gescheurd. Dus de boel vind ik niet te redden. Dus toen ging ik zelf, maar ik dacht zelf, ik ga de boel ook... Ik ga zelf de boel ook ontregelen. Want dat is de enige manier om hier nog gebruik van te maken. En dat werkte. Nou, ik had het wel door dat die microfoon het niet deed. Die deed het gewoon. Ja. Dat was wel een dingetje dat ik dacht,
van, hey, gewoon een kop. En toen jij de boel kwam redden, deed je dat zo vlug. En je schreeuwde. Het was bijna een beetje tegen het hysterische aan. Ja. En toen dacht ik van, ja, maar dit klopt niet. Ja. Want, toen begon er al een klein beetje... Ja, toen kwam ze echt op mijn vier. Ja, okay. Ja. Na deze opdracht gingen 5 waaghalzen de berg op, onder wie de mol. En de andere 4 mochten naar de dagbesteding. Morgenochtend staat er een busje klaar voor het hotel. Kies 5 waaghalzen die hiermee vertrekken. De waaghalzen gaan een hele steile bergwand beklimmen. En ondertussen luisteren naar een podcast met weetjes over Mexico. Holy shit, jongens. Ik ben blij dat ik een schoon onderbroek mee heb genomen. Kandidaten. Hola. Ga lekker zitten. Oh. Dat kan niet niks betekenen. Zullen we naar de bar gaan om iets bestellen? Dat die onder water weer. Mexico, 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 Mexico. Ik had natuurlijk wel verwacht dat de andere kandidaten veel te nieuwsgierig zouden zijn om echt stil te blijven zitten. Ik zal er altijd niks weer in Mexico. Maar dat jullie zo vaak zouden opstaan, dat had ik zelfs niet durven dromen. Ik vind het wel een ongeorganiseerde podcast. Maar ik denk dat dat de bedoeling is. Daar ging mijn kleine mollenhart toch een beetje sneller van kloppen. Salsa is het Spaanse woord voor saus. Wisten jullie dat? Ja. Mijn taak was deetjes met jullie delen, waarvan ik toch al wist, daar komen helemaal geen vragen over. Hoe zwaar is een omeken pop? 4 ton. Goed zo. Wat zegt hij over die vissensterrenbeeld? Mol. Als je die nou maar lekker onthoudt, dan vergeet je misschien de dingen die je wel zou moeten weten. Vervolgens, als jullie boven op de berg zouden zijn, moesten jullie vragen beantwoorden. En daarmee konden jullie geld verdienen voor de pot. Ik wist welke vragen er gesteld zouden worden en ik wist alle juiste antwoorden. Het belangrijkste voor mij was natuurlijk vooral die goede antwoorden niet invullen. Het had 4000 euro kunnen zijn. Het is geworden 1250. Ja, en dan kan ik het als mol natuurlijk echt niet laten om heel verbolgen te zijn over het feit dat we maar zo weinig geld hebben verdiend. Ja, nee, dit is heel raar. Wat is raar? Ik heb 4 vragen goed beantwoord. Ik 3, dat weet ik. Hoe is het nou mogelijk? Anna! Wist jij dat je zo goed kon acteren of niet? Nou, weet je wat is heel grappig? Nee, dat wist ik niet. Trouwens, zo goed is het niet. Ik ben heel eerlijk. Maar wat ik nou ja, het werkt wel. Nou, mijn verbazing was wel oprecht. Want ik moet eerlijk zeggen, we zaten in de auto terug. En toen zaten Justin en Jip en Fons en Rosario. We waren heel zelfverzekerd over hoe goed ze die vraag hadden gedaan. Dus ik was eigenlijk heel bang. Ja. We hebben alsnog 3000 euro verdiend. Ja. En toen was het 1250, was ik eigenlijk opgelucht. Maar dan kan je die verbazing kan je wel even oproepen om dan... Nou! Jongens, wat is En waarom wilde jij per se bij de waaghalzen? Want je had bij de dagbesteding natuurlijk ook nog wat in de kunnen... Ik heb daarover nagedacht. Ik denk dat ik bij de dagbesteding misschien nog iets beter had kunnen morren. Maar ik denk, mijn vrienden die kijken, die weten... Ik ga nooit stilzitten, vrijwillig. Nee. Ik ben iemand die altijd beweegt en sowieso graag nieuwe dingen wil doen die ik spannend vind. Dus ik dacht, het is niet echt geloofwaardig als ik dat doe. Ja. En dit is ook vet om mee te maken, toch? Ja, ja tuurlijk. Ja, dit is natuurlijk ook een beetje Wie is de Mol, Rosario. Jij was ook op die berg. Je was de eerste die enorme sprong moest maken. Oh. Ja. Hoe was dat? Ik vond het eigenlijk het leukste van de berg. Ja? Eerlijk gezegd, ik vond het bergklimmen vond ik het alle met die kutpodcast in mijn oren. Ik hoorde al niks. Zenuwen overal. Ik moest de bergman vasthouden, want zij zit stil. Ja. En toen dacht ik, eventjes. Dus die sprong vond jij gewoon lekker? Even alles loslaten. Ja, ik zou echt 1000 doden gestorven zijn. Nou, ja, goed. Spannend. Dit is inderdaad ook Wie is de Mol. De derde aflevering die staat in het teken van worstelen, maar niet voor de mol. Die klet zich overal feilloos doorheen. Foto. Er staat hier een soort sombrero. En de stem, het gaat om de sombrero guy. Oké, dat is in ieder geval 1. Ja. Describir mi una de los luchadores. ¿Cómo se llama? Rey Mysterios. Ik wist dat de selfies van de mensen in de arena er niet toe zouden doen als ze niet gekoppeld konden worden aan de tekeningen van de worstelaars die op straat werden gemaakt. Ik wilde dus het liefst op straat staan.
Silver King. Silver King. ¿Está luchando hoy? No, vaya. Ok, muy bien. Dígame, ¿cómo lo puedo pintar? Wat jullie niet door hadden, is dat ik al lang een voorbedachte strategie had. Namelijk tekeningen maken van worstelaars die niet die avond in de arena zouden staan. Así, es él. Él no está luchando. Muy bien. Oké. Gaat hij even rustig tekenen? Hoe ga jij? Heel goed, ik heb al twee keer Blue Demon. De verkeerde kleuren gebruiken bij het tekenen van de maskers. Bijna dezelfde kleuren, toch? En namen van worstelaars opschrijven die helemaal niet bestonden. Zal ik hem eens noemen? Oké, we hebben een print. Een blauw broekje. Is het blauw? Alles om er maar voor te zorgen dat Justin en Fons het heel moeilijk zouden vinden om de juiste combinaties te maken. Nou ja, dit, eerlijk, dit lijkt heel erg op dit. El Wagner. Kandidaten, er is €75 verdiend. Nee! Hoeveel? 75. Dat is wat... Maar één worstelaar stond op de 4 selfies en op de tekening. Nee. En werd als zodanig geïdentificeerd. Met deze opdracht hadden jullie kunnen verdienen €2025. En dat werd het mooie bedrag van €75. Ja, weer €1950 niet in de pot. Ja, Jeroen, jullie stonden allebei buiten. Ja. Jullie spreken allebei Spaans. Ja. Hoezo heb jij dit gemist? Ik snap er niks van. maar ik snap het ook wel, want we werkten ik had ten eerste geen vragen over jouw positie. Ik wilde Fons in de gaten houden, want ik zag Fons, maar dat kon ik niet. Nee. En ik vond het ook heel logisch dat jij met al deze dingen inderdaad ook buiten stond. Maar we moesten onafhankelijk van elkaar werken. Ja, we stonden ook best wel dicht bij elkaar, toch? Soms. Nou, momentjes. Maar dan check je eventjes van, hoe gaat het bij jou? Ja, wat kan je doen? Je moet ook gewoon heel veel materiaal verzamelen. Maar ik ben er met boter en suiker ingestonken. En heb jij geen moment gedacht van, dadelijk staat hij achter me en hoort hij mij? Ik vond het wel spannend, maar ik merkte ook, naarmate we in deze aflevering kwamen, dat ik merkte, Jeroen verdenkt mij gewoon niet zo heel erg. Dus ik merkte ook dat ik het eigenlijk wel lekker vond. Klopt. Om juist in zijn buurt een klein beetje brutaal te zijn. En dan als Jeroen hier stond tegen de camera te zeggen, Jeroen heeft geen idee dat ik net gevraagd heb. En jij had ook dat fanatieke wat ik op dat moment nog had. Ja. Hij was zo fanatiek aan tekenen. Ik heb nog nooit iemand zo fanatiek zien tekenen. En zo maar slecht zien tekenen. Zo lelijk. Ja, echt zo lelijk. Daar konden er helemaal niets van maken. Nee. Die selfies waren ook niet oké. Nou, ik wou net zeggen, die selfies waren natuurlijk die selfies waren het ook. Nou, hou op. De Rion deed niets. Maar goed. Er was amper een neus op de foto. Ja, ik heb zelfs een soort gezien. Voordat we weer ruzie gaan maken, we gaan door naar de volgende opdracht. Want daar konden de kandidaten het hoogste bedrag ooit uit de geschiedenis van Wie is de Mol verdienen. Kandidaten, jullie krijgen zometeen een heleboel telefoontjes. Die vertellen je welke piñata's je kapot moet slaan. Daarin zit informatie over de locatie van dat geld. Op het spel staat €38.640. Maar let op, sla niet de verkeerde piñatas kapot, want die kosten geld. €250 per stuk. Spreek ik met Babs? Ja. Een avocadosaus afkomstig uit Mexico. Guacamole. Oh, harder. Het gekke voor mij was dat ik Dennis niet had gezien, maar dat ik wel wist dat wij vandaag samen zouden mollen. Hallo. Hallo. Ja, hallo, met Anna. Anna, met Dennis. Ja, de sleutel ligt onder de deurmat. Oké, top. Zet hem op, hè. Jo, later. Succes. Yes. Oh, Jezus. Deze krengen zaten echt super stevig in elkaar. Waarom gaat het jelly stuk? Weet je dit zeker? Nee, ik weet het niet zeker. Wat moet je dan wel doen? Want straks komt er min geld uit. Nog 16 briefjes. Zonde, hè. Goh, wat zonde. Ik wist in welke piñatas het min geld zat.
molesteren. Iets kapot maken. Ja. Toepasselijk. Ja. En zonder dat jullie het door hadden, heb ik er 4 kapot geslagen. Min 1000 euro. Anna, Dennis. Hey, hoe lang heb ik nog? Hoe lang hebben we nog, Jeroen? Weet ik niet, op de klok. Ik denk, volgens mij bij hier nog 10 minuten, dus plus nog een kwartier, dus ik denk zeker 20. Oké, dan moet ik even opschieten. Oké, ja. Doei. Jullie zijn veel en veel te laat. Dus dat geld kunnen jullie vergeten. Nee. Jullie hebben dus helemaal niks hieraan. En op het plein hebben jullie ook nog 7 verkeerde piñatas kapot gemaakt. Dus, Fons. Nee. Ik krijg nog 1750 euro. Nee. In plaats van de ruim 38.000 euro die jullie hadden kunnen verdienen, verdienen wij als groep min 1750 euro. Een verschil van ongeveer 40.000 euro. Deze mol gaat vanavond heel lekker slapen. Jeroen, even. Iedereen neemt op en die krijgt dan een vraag. En jij staat erbij als Anne de telefoon opneemt. Ja. En die zegt, hoe lang hebben we nog? Als ze dat dan doorgeven. En dan ga ik naar de klok kijken. Ja, en jij denkt achteraf niet... Wie had ze aan de lijn? Nee, dat denk ik eigenlijk niet op dit moment. Ja, op dit moment. Ja. Vanuit het Vondelpark. Ja. Iets te laat, maar toch, het komt binnen. Ja, Kees was niet de enige die Dennis aan de lijn kreeg. Hallo? Hey, Anna met Dennis. Wie? Wat? Hallo? Hallo? Wie is dit? Wat? Wie is dit? Wat? Ah. Dat was niet Anna. Weet jij dat nog? Hoppie. Anna, nu we het proberen maar. Oh my god. Babs. Weet je dat niet meer? Babs, jij hebt zoveel in je schoot geworpen gekregen als eerste afvaller. Je komt terug in het spel. Dat was al een cadeau. Vervolgens gaat gewoon iemand jou vertellen. Hallo? Anna? Dennis? Hoezo? Heb je dit niet gehoord? Nee. Hallo? Gehoord? Ik heb dat helemaal niet gehoord. Ik hoorde een mannenstem en ik was zo van, huh? Maar ik heb echt niet gehoord. Is dit soort... mama of zo? Nee. Nee, dat had je niet gehoord. Nee. Oh, mijn hart stond even stil. Ik ik wist dat helemaal niet dat gebeurde. Nee. Maar toen ik het hoorde, dacht ik, nee! Ja. Jij hebt alleen maar Dennis gesproken aan de telefoon. Ja. En nooit meer gesproken. Dus dit is de eerste moment. Je mag hem bedanken. Nee, dankjewel. Je hebt er wel verraden, maar gelukkig heeft niemand het gehoord. Ja, ik belde hetzelfde nummer, dacht ik. Ja. Waarbij ik Anne dus belde. Dus ineens, ik zat helemaal in het verhaal. En moet zweten, bloed heet uit met al die biljetten. Dus ineens had ik het gewoon, ik hoorde het gewoon echt niet. Nee. Hij zei, hallo, ben Babs. Ik zo... Maar volgens mij had ze het dus... Nou, ze had het dus niet, hoor. Ja. Wil jij nog iets zeggen tegen Anna? Anna, fantastisch gedaan, man. Ah, leuk en mol in Mexico. Ja. Prettig met je samen te werken. Ja, is gelijk. Goed. Oh man. Muziek en dans zijn belangrijk in de Mexicaanse cultuur. Dus tijdens de volgende opdracht gaan de voetjes van de vloer. Kandidaten, Mexico heeft 31 staten en elke staat heeft zijn eigen kenmerkende dans. Ik ga jullie tijdens die Yucataanse dans vertellen welke dansers jullie van de vloer moeten halen. Zodat aan het einde van de opdracht alleen de dansers overblijven die geld waard zijn. En elke danser levert 500 euro op voor de pot. Ik moet er dus voor zorgen dat de verkeerde dansers op de dansvloer blijven staan. We stonden in een cirkel om de dansers heen. En Rick gaf steeds informatie over welke dansers de dansvloer zouden moeten verlaten aan één van de kandidaten. Die informatie, die fluisterden we door aan elkaar.
Vrouw met wit of zwarte waaier, mannen met bruin of groen lint. Bij de tweede ronde geef ik de verkeerde informatie door aan Soor. Ik zeg namelijk dat hij mensen moet wegsturen met een groen of zwart lint op de hoed, in plaats van bruin. Hierdoor is er in ieder geval één iemand van de dansvloer afgestuurd die daar wel had moeten blijven staan. Scheelt toch weer €500 voor de pot. Op een gegeven moment krijg ik van Kees de verkeerde informatie door. Vrouwen zonder rode strik en mannen met een Mexicaanse bros. Nee, mensen met een Mexicaanse bros. Die man, hij had het echt net van Rick gehoord. Het is bijna te mooi om waar te zijn voor de mol. Ik wist wat het moest zijn, namelijk alle mensen zonder Mexicaanse bros. Maar ja, als je de mol een voorzetje geeft, dan kopt hij hem natuurlijk in. Vrouwen met een rode strik en mannen met een Mexicaanse bros. Vier zijn er goed, maar wie van jullie moet nu van de dansvloer af als al die regeltjes voor jullie zouden gelden? Dat zorgde ervoor dat Fons dacht dat hij op de dansvloer moest blijven. Waar een kleur, klopt dat? Ja. Maar dat was niet zo. Fons, heb jij een broche? Nee. Dat hoor jij ook daar. Zonder broche. Wij dachten met broche. Ja. Zonder broche, zei jij. Broche moesten eruit. Al met al toch €1000 uit de pot weten te halen. Kees. Oh. Kees. Voor jou gaan we een speciale term. Je bent een soort hulpmol. Ja, ja. Hulpmol gewoon. Ik moet toch ook een beetje mollen? Ja, nou ja, dat gaat jou heel makkelijk Maar jij af. Zei het mij, het was die muziek. Het is ook even 40 graden daar, hè? Oh ja, nee, ja. Tussendoor. Dat is waar. Dat ben ik helemaal met je eens. Harde muziek. En jij ging met dubbele ontkenningen en zo. Ik was het al kwijt ook bij de volgende. Ja, dat zag ik. Maar goed, het was voor de mol inderdaad een cadeau. Uitgelezen kans om hier eventjes op door te gaan. We gaan naar een andere opdracht. De kandidaten verzorgden een brunch in het dorpje Kusama. En aan de mol de taak om samen te spannen met de lokale bevolking. In een restaurant hier verderop hebben 30 gasten gereserveerd voor de brunch. Die gasten moeten ook worden opgehaald met een tuk-tuk-taxi. Yes. Ik heb 2 kandidaten nodig die direct in de bediening beginnen. En 4 die nog eerst de gasten gaan ophalen. Ik wil heel graag rijden. Ik wil heel graag rijden. Ik wil inderdaad heel graag rijden op een tuk-tuk. Om mensen op te pikken. Want hoe minder mensen aankomen bij de brunch, hoe minder geld jullie kunnen verdienen. Terwijl ik rondreed, kon ik ervoor zorgen dat mensen die zouden moeten worden opgepikt niet konden worden herkend door de kandidaten. Gracias. Waar is die ketting nou? Ah, ik zie 2 reizigers. Hola. Comida? Sí? Sorry. So. Welcome, welcome. Hi, how are you doing? What's your name? Charlie. Ik heb natuurlijk zo lang mogelijk rondgereden zonder iemand op te pikken. Ciao, gracias. Jammer, weer niemand gevonden. Heel raar. En sommige gasten heb ik misschien wel op een plek afgezet waar ze helemaal niet moesten zijn. Kandidaten, jullie moeten je gasten op alfabetische volgorde gaan zetten. Oké. Jij weet op voornaam. Jij weet allemaal Nee, je mag niks vragen. Ik weet de namen. Eigenlijk komt het mij heel goed uit dat ik als enige nog een beetje Spaans spreek. Jeroen is er namelijk niet meer om mij te controleren. Kom maar! Amiga! En dus vraag ik aan een van de gasten, die eigenlijk Charlie heet, of hij zich aan mijn medekandidaten wil voorstellen als Carlos. Carlos hier. En daarom plaatsen jullie hem in de alfabetische rij als eerste met een naam met de letter C. Voor Celise. Terwijl hij natuurlijk eigenlijk Charlie heette en dus na Celise had moeten staan. What is your name? Charlie. Charlie. Helaas, gaat het hier al fout. Hij zei Carlos tegen ons. Hij heeft al 1000 keer Carlos gezegd. €176 verdiend met deze opdracht. Rond ik af naar 180. Maar hoe kan dit? Ja. €180 voor de pot in plaats van de 1500 die het had kunnen zijn. Jammer voor jullie, maar laten we eerlijk zijn. Het was toch wel een hele leuke dag. Hallo. We doen even een extra rondje. Oh, heerlijk. Wat mooi. Ja, de verontwaardiging op jullie gezichten is, gewoon. Ik weet dat moment lijst. Ja, wat was zo heftig. We hadden het zo. Zo is ze. Anna, we zien jou hier iets weggooien, een ketting. Ja, ik heb heel veel dingen weggegooid. Dat ga je straks ook nog zien. Dit is absoluut niet het enige. Ik wil er graag even bij zeggen. Ik ben heel erg van het milieu. Ik hou niet van plastic vervuiling. Alles
is weer opgeraapt. Ja. Alles is serieus. Ik heb omgekeken en redacteuren hebben het uit de ding gebracht. Ja. Het is goed gekomen. Ja, dat klopt. Ik weet dat. Fons, ik wil even nog naar jou toe, want dit is een opdracht waarbij jij, je zat op Tooske. Tooske was het spel uit. Hier begin jij Anna weer te verdenken en jij hebt daar zelfs achterna gereden. Ja, ik moet wel even zeggen, ik had de moeilijkste tuk-tuk. Oh ja! Of de minst capabele rijder, kan ook. Ja. Maar op een gegeven moment zag ik Anna wegrijden en ik dacht, ik ga eens een keer achter haar aan. En toen zag ik dus een koppel met een ketting om. Ja. En die had ze niet opgepikt. Ja. Dat wist ik helemaal niet. En toen dacht ik, hey, dit is wel heel vreemd. En vanaf dat moment was het voor jou vrij duidelijk. Ja. Ja, maar ja, goed. Zo, dat is dus ook Wie is de Mol, als je maar goed op zoek gaat. Maar dankzij de kapotte tuk-tuk dus, hè? Ja. Omdat ik dus zo langzaam... Ja. Dat is een skill issue. Oh, dit wist ik echt niet. Nee, maar ja, het is ook voor jou een leuke nieuwe avond. Nieuwe berichten, nieuwe boodschappen. Ja, zeker weten. Ik weet dus niet wie op mij zit, hè? Dus als je, ik weet ook niet wanneer dat gebeurd is. Nee, dat is dus tijdens deze opdracht gebeurd. Oh, ik dacht dat ik het zo goed gedaan had. Je hebt het ook goed gedaan. Ja, dit is van je. Maar ja, je wordt uiteindelijk toch een keertje betrapt. Dat kan niet anders. Tijdens de volgende opdracht deelt de mol een kano met Kees. En Kees, achter jouw rug gebeuren de gekste dingen. Hallo allemaal. Hallo. Goedemorgen. Soms moet je naar woorden zoeken. Zoals deze ochtend. Voor elk woord dat jullie in een correcte en goed Nederlandse zin gebruiken, verdienen jullie 30 euro. Dus bij elkaar kunnen jullie 1650 euro verdienen. Oké, goed luck! Jullie kunnen dus 1650 euro verdienen. Maar jullie kunnen ook geld verliezen als we te veel woorden opvissen die niet gebruikt kunnen worden in een zin. Min 100 euro per woord. Lekker peddelen, hè? Heel lekker. Bezig zie je, daarom wilde ik bij jou. Ik dacht, jij kan dit. Gelukkig wilde Kees wel met mij in een bootje. En dat kwam mij heel goed uit. Niet alleen omdat Kees zo goed kan roeien en ik dan dus kan kiezen welke woorden ik opvis, maar vooral omdat Kees mij heel erg vertrouwt. Maar ik vind jou helemaal niet mollig. Ja, waarschijnlijk mooi. Wij zijn echt zo'n slecht team. Ja, maar ik denk dat mooi jij gewoon de hele tijd keihard. En wat denk je dan dat ik allemaal gedaan heb? Naar de camera. En dat wij dan af en zeggen, dat heb ik gezien. Jij de mol. Niemand verdenkt je. Beste mol ooit. Wat krijg je dan? Ja. Denk je niet? Het zou wel leuk zijn. Oh, ja, dat is het een. Come on, get the word. Here's your word. Lady, catch the word. De mol aan boord. Je zou het niet zeggen, want normaal gesproken ontmaskert hij oplichters. Maar deze oplichter kon ongezien in de boot gewoon helemaal los. Come on. Ik ben echt een beetje jouw paard. Ja. Hij komt hoe bruut. Casey is de slikste wild cowboy. Terwijl jullie druk nadenken over wat voor zinsconstructies jullie kunnen bouwen, en ik aan nadenken over welke woorden het moeilijkst zijn om te gebruiken in een zin. Wat dacht je van lidwoorden? Ja. Jongens, geen lidwoorden! Geen lidwoorden! Heb je iets in je hoofd qua zin? Ja, maar weet je wat het is? Ik heb gewoon weinig werkwoorden. Ik heb alleen de en een. Zo'n zonde van al die lidwoorden. Totaal 480. En toen waren er nog 4 woorden over. Dus dat is min 400. Nee! Ja, 100 euro eraf voor elk woord dat je niet gebruikt. Dus 80 euro voor de pot. Maar we krijgen wel geld van hem. Oh nee. Kees, ik zeg het nog maar één keer duidelijk. Want anders besef je het misschien niet. Ik ben de mol. Ja, zeg het maar, Kees. Ja, oplichters. Kijk, hoe blauw is het water? Hoe mooi ziet het eruit? Sofa is hoog. Over rookgordijnen gesproken. Ja. Ik vind deze ook wel mooi. Ik heb een cadeautje voor Kees. Oh, vertel. Nou, ik dacht, als je het gewoon echt nog steeds niet gelooft, kun je het boven je bed hangen. Ik ben hem al liefst van voor je eigen hulpmol, toch? Nou, Kees...
Kees is de ideale kandidaat voor een mol. Zeg maar, ik was Jeroen verloren, dat was ook een hele goede kandidaat voor mij. Maar het allerlekkerst is een kandidaat die jou blind vertrouwt, maar wel een tikkeltje onhandig is. Ja. En dan, maar... weet je, als er iets geks gebeurt, zeg je, ja, Kees. Maar jij durft gewoon die dingen weg te gooien. Ik bedoel, hij had ook maar één klein beetje die kant op moeten kijken. Ja, maar dat deed ik denk iedereen. Dat hij dan nog steeds niet had gedacht. Nee. Wij hebben ook één nacht, wij hebben twee nachten samen geslapen. Dat ging alleen maar over kwantummechanica, sterke. Ja. Ja, helemaal. Niet over het spel. Nee, maar dat is ook, soms ook wel een klein beetje gezond. Ja. Fons, winnaar van deze editie van Wie is de Mol... €8585 in de pot, die zijn voor jou. Ja. Heb jij al een klein beetje bedacht nou, wat de bestemming daarvan is? Heel erg blij dat ik gewonnen heb van Sor. Vanwege de Macarena. Ja. Dat wil ik hem graag Zoete wraak, zoete wraak. Maar we hebben ook een bondje. En, je moet een geld geven. Nou, we hadden om elkaar toch te kunnen vertrouwen... hadden we besloten om de pot dan te gaan delen. Oh. Dus ik ga sowieso de helft geven aan... Serieus? Ja. Oh! Wauw. Lief, hè? Ik ben wel een heel aardig mens. In vergelijking tot Sor. Ik niet. En ik wil ook graag Free Press Limited. Dat is een goed doel als journalist. Voor journalisten. Ja, is tegenwoordig levensgevaarlijk. Ja. Omdat er zijn, zeker de afgelopen 4 maanden rondom Gaza... 85 journalisten zijn gedood. Ja. En ik vind dat zij ook een gedeelte van het geld moeten krijgen. Mooie bestemming. Fons, dankjewel. We zijn er bijna doorheen. Op wieisdemol.nl vind je de verborgen aanwijzingen van het jaar. En daar vind je ook extra molacties. Anna, jij hebt het fantastisch gedaan. Ik heb ontzettend genoten van je als mol. Wij zaten allemaal niet op Anna. Nee, dat is dus echt een enorme prestatie. Want alleen de laatste twee, dat is echt heel bijzonder. Mag ik daar nog wat over zeggen? Je mag er nog één ding over zeggen. Want het was een klein beetje mijn truc om als ik één op één met jullie zat... heel betrouwbaar te lijken. En dan als jullie mij niet echt in de gaten hielden, heel erg te mollen. En daardoor heb ik denk ik sommige mensen er echt in de val laten lopen. Ja. En dat doet me eigenlijk nog steeds een beetje pijn. Ja. Ja. En dan maar laten wij maar even. Het gemak waarmee jij aan het mollen was, daar gaan wij nu een compilatie van. Oh. Een rekenende mol die toch wat betrouwbaarder overkwam dan ze was. Kijk maar. Nou ja, ik kan je vertellen dat je hier vandaag gaat komen als mol. Echt waar? Nee, is dat echt zo? Nee, is dat echt zo? Hè? Nee, is dit een grap? Is dit een truc? Nee, ik heb het zonder jullie niet. Het is een maling, nee. Nee, serieus? Oh, wat vet. Als ik terugkijk op dit hele spel, dan heb ik in ieder geval geleerd dat je iedere dag moet kijken wat de groep doet voordat je zelf in actie komt. Ga daarna naar punt 1 en punt 3, we hebben die vragen nodig. Ik heb niet vaak zo genoten van het weggooien van voorwerpen. Ja, daar is hij. Maar dan graag. Voorwerpen waar jullie geld mee konden verdienen voor de pot. Sleutels. Kettingen. Gracias. Woorden. En Maya-stenen. Ik ben niet ontevreden. Er zijn opdrachten die voor mij veel beter uitpakten dan ik van tevoren had verwacht. Fons krijgt van jou €500. Nee! Ik krijg nog 1750 euro. Ik had niet verwacht dat we zo vaak geld in moesten leveren. €3250 uit de pot. Ja, die woorden zijn voor mij natuurlijk een feest. Dat betekent, Babs, dat er in deze opdracht €3000 uit de pot is gegaan. Mag ik voor jou die €3000? Waar ik ook best wel van genoten heb, is om jullie af en toe een heel klein beetje te manipuleren. Bijvoorbeeld bij de opdracht met het ziplinen. We moesten bij deze opdracht namelijk rekenen tegen de mol. Van mij dus. Ja. Ik had die rekensommen al gedaan. Ik wist hoe moeilijk ze waren. En omdat Kees had aangegeven dat hij eigenlijk rekenen best wel moeilijk vond, dacht ik, als Kees nou het hoogste bedrag heeft, dan is de kans heel groot dat dat bedrag niet meegaat naar de eindstreep. Ik ben heel blij dat het Kees de eerste puzzel moest maken. Want ik dacht dat Kees kan volgens mij niet zo goed puzzelen. En hij heeft €2000 op zak. Dus die wil ik heel graag niet als enige door laten gaan. Kun je even omdraaien? Wat ik ook gemerkt heb, is dat het leuk is om te spelen met vertrouwen. Op een gegeven moment voel je als mol wel een beetje wie jou doorhebben. En bij de opdracht met het lasergamen wist ik al, Rosario vertrouwt mij niet helemaal. Ik heb geld,
Dus toen ik moest kiezen voor of geld of jokers, dacht ik, ik kom er nu denk ik wel mee weg als ik voor geld kies. Want Rosario gaat mij hoe dan ook afschieten. Ook dat? Nee, jij echt voor het geld. Ja! Wat ik moeilijker vond aan de mollen was bijvoorbeeld het niet mogen oplossen van de puzzels die we kregen in de spelletjesboot. Kan je dit? Ja, ik zou dit moeten kunnen. Die eerste zou ik moeten kunnen. Oh, kijk, ik ben best wel dichtbij, maar het klopt niet helemaal. Ik snap het niet meer. Wat de fuck doet dit? Anna, aan de rest, wij horen jullie helemaal niet meer. Klopt dat? Ik sta helemaal niet wat zij zeggen. Ik ook niet. In dit dossier zitten de finale testvragen. Die zou je mogen inzien. Ja, heeft niet echt zin voor mij, want ik weet eigenlijk alle antwoorden al. Dus ja. Ik laat het maar even zitten. Heel verstandig. Jij slaat je slag later wel, denk ik. Ik sla mijn slag op. Heel goed. En hier zijn ze, de mol van 2024. Anna, de winnaar Fons en finalist Rosario. En natuurlijk alle andere kandidaten van dit 24e seizoen van Wie is de Mol? Jullie allemaal bedankt dat jullie hier naartoe gekomen zijn. Bedankt voor het kijken thuis. Het spel is gespeeld. De mol is bekend. Wij gaan weer ondergronds. We zien jullie graag weer de volgende keer. Fijne avond allemaal. Dankjewel. Het zou zo leuk zijn als er volgende week nog iemand anders zit. Dat zou zo grappig zijn.